Ik las ergens dat Aisha naast psycholoog ook neurowetenschapper is en in Cambridge is afgestudeerd. Kan je daar iets over vertellen? Cambridge is een hele grote, gerenommeerde universiteit. Het zit in de top 3 van de wereld, afhankelijk een beetje van welke lijst en uh, welk jaar. Toen ik eenmaal psychologie ben gaan studeren, vond ik echt ontzettend leuk en interessant. Gewoon sowieso de menselijke psyche, um, maar ook in het specifiek de component van het brein. Dus hoe het brein werkt, hoe gedrag werkt, hoe... Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur... en alle tips en informatie delen die wij ook delen achter die spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huisarts in sp, en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en psycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen van een van onze luisteraars. En die ging als volgt. Ik las ergens dat Aisha naast psycholoog ook neurowetenschapper is... en in Cambridge is afgestudeerd. Kan je daar iets over vertellen? Een beetje herhaling van uh, ons voorstelrondje. Ik wilde net zeggen. Ik, uh, misschien is het ook wel, uh, hij of zij het ook wel gehoord bij de intro, inderdaad. Want we gaan vooral over de psychologie side, uh, de de psychologiekant gaan we vaak in. Maar ik heb natuurlijk ook een ne neurowetenschapper kant. Ja, precies, precies. En, en Cambridge. Uh, voor de mensen die, uh, die, 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 die daar ja, die niet weten wat daar wat daar speelt, wat, uh, wat, uh, wat heb je gedaan in Cambridge? Um, Cambridge is een hele grote, gerenommeerde universiteit. In, zit in de top drie van de wereld, afhankelijk een beetje van welke lijst en uh, welk jaar. En het is een uh, universiteit in Engeland. Mm -hmm. En daar heb ik, uh, ben ik afgestudeerd in de neuroscience. Oké, dus okay. uh, neurowetenschappen. Ja. ja, precies. Dus neurowetenschap is een beetje de Nederlandse vertaling van uh, neuroscientist. Oh, oké. Okay. Dus, dus, uh, dus inderdaad, de Cambridge University. Ik ken hem zelf ook. Je hebt een aantal grote universities in de wereld. Uh, zijn overigens volgens mij ook best wel duur om daar te studeren. Maar je hebt de Harvard, Cambridge. Ja. En je hebt er nog een paar. Ja, ja je hebt de Ivy League Schools. Dat, uh, dat, zou, dat worden vaak de, de grootste universiteiten in Amerika genoemd. En dan kan je denken aan MIT of Harvard of um, Stanford, dat soort universiteiten. En dan in het Europese continent heb je dus Oxford en Cambridge. En dat zijn ook rivaliserende universiteiten. En elke universiteit heeft een beetje zo zijn eigen specialiteiten. Dus uh, vandaar dat die lijstjes ook een beetje wisselen, het ene jaar is de ene de beste universiteit. En het andere jaar de andere. Oké. Okay. Nou, dan gaan we zometeen sowieso stiller bij staan. Of stil bijstaan. Ja, um, wel leuk. Want inderdaad, in mijn jaar zaten ook mensen die heel graag in Cambridge wilden studeren. Maar de eisen waren dusdanig hoog dat dat niet kon, of dat dat niet mogelijk was. En je moet er ook allemaal subsidies voor vragen. Dus. Een heel proces, misschien kunnen we daar ook bij stilstaan. Mm -hmm. Maar laten we beginnen met waar jouw avontuur begon met studies. Mijn avontuur. Um, nou, ironisch, ik weet niet of ik dit eigenlijk wel eens heb verteld. Maar ik wilde vroeger eigenlijk heel graag um, op de middelbare school. wilde ik graag arts worden. Uh, maar ik was 16 toen ik klaar was met het VWO. En in die periode als. Puber was ik niet de meest gemotiveerde scholier. Ik pakte wel dingen snel en makkelijk op. Maar ik had ook andere dingen aan mijn hoofd. Ik was echt uh, nou, goed aan het puberen. Yeah. En op dat moment dacht ik dus ook van: uh, nou, ik wil arts worden. Maar ik vond het een heel naar idee om de verantwoordelijkheid over iemand te hebben. Ik ben ook niet de meest handige persoon. Dus als je dan chirurg zou worden of iets dergelijks. en dat dan iemand door jouw schuld zou komen te overlijden. Dus ik zag het heel erg zwaar in als puber, het uh, artsenvak. En toen dacht ik: van ach, dit is uh, volgens mij niks voor mij. Het klinkt heel leuk en aardig, maar ik ga psychologie studeren. Of dat, nou, die keuze kwam eigenlijk later. En uh, toen ik eenmaal psychologie ben gaan studeren, vond ik echt ontzettend leuk en interessant. Gewoon sowieso de menselijke psyche, um, maar ook in het specifiek de component van het brein. Dus hoe het brein werkt, hoe gedrag werkt, hoe emoties werken, hoe cognities werken. En nou, gedurende die studie. Ik werd gewoon zo enthousiast en ik was zo gemotiveerd. En um, nou, toen ben ik alleen maar harder en harder en harder gaan werken. En zodoende ben ik uh, dus uiteindelijk, uiteindelijk in Cambridge terecht gekomen Maar er zat een lange route vooraf. Ja. Yeah. Um, toen ben ik uiteindelijk dus als bachelor Psychologie gaan studeren. Met een speciale focus op de neuro. Ik heb volgens mij ook nog een honors programma op de bachelor gedaan. Nog een exchange gehad met Hongkong. Een honorsprogramma? Ja, voor mij is dat uh, bekend taalgebruik, maar ik kan me voorstellen dat oh, er ja. ook genoeg <laughs> mensen denken van wat, wat, wat in godsnaam is een honors program? Ja, een programma is een soort van extra extracurriculair, dus buiten het normale curriculum van de studie. Dat doe je er dan extra bovenop en je moet extreem gemotiveerd zijn om in zo'n programma te komen. En dan krijg je ook een, uh, nou, ik denk vol lof en eer op het moment dat je dat voltooit. Het is voor een uh, select groepje mensen. Ja, jij ja, waren ook een honors programma. Volgens mij moest je een 8 plus hebben en dan mocht je daar aan meedoen. En dan kreeg je extra huiswerk. Nou, ja. ik vond geneeskunde een prachtig vak, maar ik hoefde, niet, ik, ik hoefde geen extra huiswerk. Dus ik had het niet gedaan. Maar, uh, maar jij was dus wel uh, ontzettend ambitieus, blijkbaar. Ja, precies. En ook tijdens de bachelor. En um, uh, zo, zo, zowel omdat ik het vak gewoon ontzettend leuk en interessant vond. Um, maar ook omdat ik eigenlijk tijdens mijn bachelor erachter kwam dat als ik ergens gemotiveerd voor ben. En als ik ergens enthousiast over ben, dan kan ik enorme stappen en enorme meters maken. En ik had gewoon een heel duidelijk beeld voor ogen van, hé, hey, dit is waar ik naartoe wil. En ik wilde ook een beetje de unieke plekken en de leuke plekken. Ik wilde vooral heel veel plezier erin hebben en dat ik eigenlijk een soort van overvloed aan keuzes zou krijgen, zodat ik kon kiezen wat het beste bij mij paste. En daarin vond ik zo'n ondersprogramma ook wel een mooie toevoeging, omdat je daarmee je toch een beetje onderscheidt en dus ook de kans vergroot dat je uiteindelijk kan gaan doen wat je echt heel leuk vindt. Ja, ja want, 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 want neem ons eens mee. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n psychologie studie? Hoe lang duurt zo'n bachelor? Hoe lang duurt de master? Nou, normaal gezien um, duurt een bachelor drie jaar. In mijn geval ook. En vervolgens heb je een master. En je hebt dan eenjarige masters en tweejarige masters. En dat is dan, nou ja, als je heel hard werkt, dan kan je het in die tijd afronden. Maar de gemiddelde afstudeertijd... Voor een master, voor een reguliere klinische master is het vaak anderhalf jaar, omdat mensen vaak uitlopen. En voor een onderzoeksmaster is dat regulier 2,5 jaar. In mijn geval, ik heb ook nog een jaartje pedagogiek gedaan, uh, pedagogische wetenschappen. Dat is voor nu niet zo relevant, um, omdat dat niet helemaal mijn passie was. Dus vandaar dat ik het waarschijnlijk gelijk had overgeslagen. Niet meer echt over nagedacht. Uh, daarna ben ik dus psychologie gaan doen. Daar werd ik heel enthousiast van met een speciale focus op het brein. Dus toen was ik al vier jaar bezig. Toen heb ik een tussenjaar genomen, omdat ik um, op mijn zestiende was ik klaar met VWO, op zeventien ben ik op kamers gegaan, dus ik was nog gewoon heel erg jong. Ja, en je had ook een jaar overgeslagen toen in, in de basisschool, toch? Omdat je je verveelde? Ja, in groep vier inderdaad. Ja, precies. Dus het ging eigenlijk, je hebt het overgeslagen, maar het ging uit, uit, uiteindelijk had je ook wel weer het idee dat je te vroeg was met studeren daardoor ja vooral ook mijn moeder die had al zoiets van oh, mocht ze ooit blijven zitten dan is dat geen probleem want ze is al zo jong ze is um, anderhalf jaar jonger gemiddeld dan mijn medescholieren dan dus ja. die vond het helemaal niet erg als ik zou blijven zitten maar uh, nou, tot haar grote spijt ben ik dit uh, blijven zitten ja. <laughs> en toen ben ik dus ook nog vroeg gaan studeren en uh, dus op mijn twintigste 21ste, toen ben ik een jaar heb ik een tussenjaar genomen en toen ben ik de hele wereld uh, rond gaan reizen gewoon uh, goede me-time genomen om het zo maar te zeggen en toen daarna ben ik eigenlijk weer vol energie ben ik aan mijn masters begonnen. Want ik heb er toen dus voor gekozen, ook met dat hele idee van... hé, hey, ik wil mijn perfecte baan, een perfecte plek vinden. En ik kan hard werken en ik haalde ook hoge cijfers. Dus toen heb ik twee verschillende masters gekozen tegelijkertijd. Dus ten eerste dus een klinische psychologie master. Omdat ik toch het werk met cliënten, dat leek me ontzettend gaaf en heel interessant. En hoe werkt dat precies met alle klachten... En ook dat je één op één mensen heel goed kan helpen. En daarnaast heb ik dus ook een research master gedaan, dus een onderzoeksmaster. En dat was dan op het gebied van neuroscience en cognition. En ja. toen heb ik ervoor gekozen om dus die twee masters in de tijd van één master te doen. Is dat normaal? Want ik vond één master al genoeg tegelijkertijd. Ja, nou, ik moet wel zeggen, het was wel druk. Ja, yeah. het <laughs> was wel druk. Maar um, nou, ja, de, de, ik denk dat er um, van de studie, ik weet niet hoeveel mensen de masters deden, misschien honderd mensen. Dat een stuk of twee of drie de, een dubbele deden, maar de meeste inderdaad één. En het vereist heel veel planwerk, vooral en heel veel voorbereiden en op tijd beginnen. En goed tijdmanagement. Ja, want je hebt dan twee tentamens tegelijkertijd of toetsen? Ja, dus dat stemde ik inderdaad wel met elkaar af. Dus um, mijn masters bestonden voor 80, 90% uit verschillende stages. Ik denk uit 20% uit vakken. Ja, moet ik zoiets om en nabij. Mm -hmm. Dus dan plande ik een stage en een vak tegelijkertijd. Dus dan moest je op stage moest je onderzoeksartikelen schrijven, dat soort dingen. Um, of een klinische stages met uh, cliënten werken. En dan daarnaast deed ik ook vakken en tentamens. Dus ja. ik was um, heel georganiseerd en ik plande veel vooruit. En um, toen ben ik in mijn master, dus een onder. Nou, toen had ik eigenlijk um, gesolliciteerd voor een ondersprogramma in de master van de neuroscience kant. En de neuroscience was best wel een prestigieuze master. Je moest sowieso een acht gemiddeld hebben om binnen te komen. En je ko kwam tussen allemaal mensen van biomedische wetenschappen. Dus ook een hele. Nou, in Utrecht mensen een hele hoog aangeschreven studie. En toen heb ik daar um, gesolliciteerd op het ondersprogramma van die master mm -hmm. en ook met het idee omdat je dan dus allemaal beurzen toegekend kreeg om naar het buitenland te gaan. Want wa want waar, want, want de, dus als ik je goed volg, inderdaad is die bachelor daarna doe je twee masters, want eentje was blijkbaar niet genoeg en je wilde meer weten over het brein en daarom heb je dat gecombineerd met de psychologie. Ja. En ik sta er ook wel achterom, want de psychologie komt uit het brein, dus. Ik, ik, ik hoop dat tijdens een studie het brein voldoende aan bod komt. Maar jij wilde dus nog meer weten, blijkbaar. En, en hoe zou je dan naar het buitenland willen? Is het niet gewoon genoeg om twee maanden te doen, want je kan daarna gewoon werken? Of wat, wat waren je ambities om dan naar het buitenland te gaan, naar Cambridge? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, ik dacht: meer nooit geschoten is altijd mis. En ik dacht meer, ik stond er gewoon best wel neutraal in, want wat je zegt, twee masters is ook genoeg en dat voelde ook als genoeg. Alleen op een gegeven moment wat ik dus bij mezelf heel erg merk, ik ben best wel een um, overcompenseerder. <laughs> dat uh, geloof je misschien nu ook wel als ik dit zo allemaal achter elkaar opratel. Maar um, ik ben best wel een overcompenseerder en dan denk ik altijd zo van, hé, hey, dit gaat eigenlijk wel goed. Zodra iets goed gaat, dan denk ik, oh, daar kan er nog wel een tandje bij. Ja. En dan denk ik, oh, en als ik dat erbij doe, dan is het genoeg. En dan uh, kan ik gewoon relaxen en chillen en een beetje mijn ding doen. En dan denk je van, oh, het gaat eigenlijk wel weer. En dan denk je, oh, dan kan er nog wel iets bij. Dus ik leefde eigenlijk niet per se van jaar na jaar of van tien jaar na tien jaar. Ik had gewoon eigenlijk in de basis heel erg sterk het gevoel van ik wil gewoon een overvloed aan keuzes hebben. Zodat ik, zodat ik eigenlijk altijd wat ik ook wil gaan doen kan doen wat ik leuk vind... en daar gewoon mijn passie volledig uithalen. Ja. Dus het was gewoon meer eigenlijk dat ik dacht... ik wil gewoon heel veel... alle keuzes die mogelijk zijn... ik wil dat die tot mijn beschikking staan. Als dat lukt tenminste, hè. Ja. En, um, en dan gewoon kiezen wat ik leuk vind. Zonder dat het is van... oh ja, dit lijkt me mijn droombaan... maar ik heb de papiertjes niet. Dan dacht ik, ja, dan kan ik beter nu even doorwerken. Mm -hmm. En het lukte ook. Dus er was in die zin ook niet iets wat me tegenhield. Ja. Want, want je hebt dan inderdaad die twee masters. Um, wat, wat, wat deed je dan om nu de vraag te beantwoorden van de luisteraar... Wat, wat deed je dan in Cambridge? Hoe, hoe, hoe heb je die brug gemaakt? Want je, je, je schreef je in voor een honoursprogramma, ja. zodat je een beurs kreeg en dan naar Cambridge kon gaan. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Ja, zo dus eigenlijk. Dus ik dacht ook met dat honors-programma van nou, ik word er toch niet. Er zijn allemaal, uh, nou, er zijn veel mensen die veel gemotiveerder zijn of misschien beter in dat pad passen. En ik had een uh, best wel een unieke aanvraag, omdat ik dus vanuit die uh, neurowetenschappelijke hoek. eigenlijk heel erg psychologisch ingesteld was. Dus daarin een stuk pragmatischer dan de gemiddelde inzending, om het zo maar te zeggen. En dat vonden ze wat hebben. Dus toen, hebben ze, um, toen ben ik toegelaten tot dat programma. En toen was dus een vereiste dat je af ging studeren in het buitenland. En je kreeg dan ook een uh, beurs, en dan moest je allemaal subsidies aanvragen. Dus dat was een uh, lang proces. Um, en dan dacht ik, ja, als ik dan toch naar het buitenland ga, laat ik dan naar de gaafste plekken ter wereld gaan. Nou ja, Cambridge is niet echt de gaafste plek ter wereld. Behalve op mm. universitair gebied. Dat is volgens mij de nummer één. Ja, toen de tijd volgens mij wel. Of in ieder geval wel op het gebied van psychologie en neuroscience is het uh, een hele gave plek. Um, ja, ik dacht gewoon meer van: kijk, nooit geschoten is altijd mis. Dus het is absoluut niet dat ik denk van: wow, ik moet naar Cambridge en dat is, uh, nou, pas dan doe je ertoe. Of echt totaal niet. Ik dacht gewoon meer altijd van: weet je, ik doe gewoon mijn best en ik probeer hoog te aimen. En ik kijk gewoon of, of ik wat vang ja. en of, of, of ik toegelaten word. En als dat zo is, dan ga ik er volledig voor. En ik was natuurlijk ook heel blij geweest om ergens anders naartoe te gaan. Maar ik dacht, ja, als ik dan toch naar het buitenland ga, dan kan ik beter. Uh, dan, ik dacht, meer dan heb je zo'n unieke ervaring te pakken. Ja. En uh, in, het, in het teken van keuze overvloed dacht ik, nou, het is wel iets um, aantrekkelijker misschien voor mijn toekomstige droombaan. Dat er staat, je hebt een, uh, je bent afgestudeerd in Cambridge. Dan dat er staat, ja, je bent afgestudeerd in Adelaide University. Dan denken mensen, hé, Adelaide, waar, waar ligt dat? Ja, <laughs> precies. Dus je, je wilde een beetje kijken waar het schip strand En het Schip strandde dus in Cambridge. In Engeland. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. En en en, en, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan daar in Cambridge? Want het beeld wat ik heb van Cambridge mensen waren bijvoorbeeld ook een top drie uh, binnen geneeskunde. Ik zat er niet bij overigens. Want dan moest je dus volgens mij een negen, negen plus voor hebben. Nou, tot. Zover heb ik het niet geschopt binnen de geneeskunde. Ik had wel volgens mij 7,5, 7, zoiets. Maar wat voor mensen zijn dat? Zijn dat extreme nerds? Zijn dat onsociale mensen? Of zijn dat juist de perfectionisten? Wat, wat loopt er allemaal rond in Cambridge? Um, nou, het is eigenlijk een hele bubbel. Het is echt een bubbel. Cambridge is een hele oude stad. Ik, denk, uh, ik hoop dat ik het goed zeg hoor. Maar ik denk dat het echt zo'n. Zo, zo ouderwets katholieke stad is, uit een beetje de twaalfde eeuw, met hele mooie grote kapellen en er hangen hele sterke tradities omheen. Dus bijvoorbeeld als je in Cambridge rondloopt, nou het is echt een universiteit, zo'n studentenstad, maar je had dan allemaal verschillende colleges, wat je dan noemde, had je 18 verschillende colleges en die zaten dan ook weer een hiërarchie in van wat uh, de, de meest prestigieuze was en dat werden dan de minister-presidents... Uh, van Engeland. Of die kwamen dan in de politiek terecht. Of die kwamen bij een hoog bedrijf terecht. En die kenden elkaar dan allemaal. Dus je komt echt in een bepaalde scene terecht. En dan had je ook de iets minder gerenommeerde colleges. En dat had dus echt een soort van schoolcampus vibe. Een beetje schoolcampus gevoel. Dus ja. je ging dan. Dus waar jij naar de universiteit ging en bij welke college je zat, veel mensen overnachten dan ook in die colleges. En je krijgt echt een soort van een, een, een vriendengroep van. Uh, Gelijkgestemde. Hmm. En nou, iedereen heeft meegekregen. De, op het moment dat je daar dus ook een commissie betaalt, je betaalt ontzettend veel om daar um, af te studeren. Of je überhaupt een jaar college gaat betalen, dat is daar echt uh, nou, niet te vergelijken met Nederland. Want in Nederland betuigen je we volgens mij 10.000 als buiten, uh, als, als niet-Nederlander. Ja, daar, om dat hier is daar te een studeren stuk hoger. per jaar. Is daar een stuk hoger. Ik weet dat in Harvard en dat soort plekken, zoals mij, minimaal een ton per jaar. Jezus. Engeland is denk ik wel iets lager, maar ik denk tussen de 30.000 en 40.000 euro per, of zoiets per jaar. Want ik... zo'n beurs die je dan hebt aangevraagd, die dekt dat dan helemaal. Best, best, uh, best luxe dat dat kan, toch? Ja, en omdat ik daar uh, alleen afstudeerde, maar niet de hele studie heb gevolgd, uh, waren er wat andere regelingen en andere uh, ja. posities. Um, maar als je daar rondloopt, het is een enorme mengelmoes eigenlijk van culturen. Dus ik werkte daar in het Neuroscience Lab. En voor wat mijn supervisor, dat was een Engelsman van Indiase afkomst. Echt ontzettend sympathiek en uh, ontzettend slim. Echt niet normaal. Um, ik had ook een, 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 jongen, of een man, eigenlijk uit China. Een vrouw uit Iran zat in mijn lab. En een jongen uit Engeland. Dus het is eigenlijk. Een mega multiculturele mix. Maar er heerst wel heel duidelijk een soort van. Um, ja, hoe zeg je dat? Er heerst, er heerst heel duidelijk een, een, een consensus eigenlijk achter elkaar van. Hé, hey, onder elkaar van we moeten ontzettend hard werken. En um, je moet er het eerste bij zijn. Er heerst wel een competitiegevoel. Uh, om dus, het zo maar te zeggen. Dus je had allemaal nieuwe mede-overcompenseerders gevonden. Nou, ik viel dus daar echt onwijs mee. Dus dat was heel erg bijzonder om ja. te zien. Want um, ik weet nog wel dat ik daar naartoe ging en um, omdat ik twee masters tegelijk deed, dacht ik ook altijd was ik altijd heel goed in plannen geworden. Dus als zeven je hebt een stage van negen maanden nou, bij de Universiteit Utrecht, is dus heel gebruikelijk dat je dan na negen maanden rustig met je inscriptie gaat afronden en doe je er tien maanden over of elf maanden over. Maar ja, als je twee studies doet, dan kan dat niet. Dus voor mij was het echt gewoon negen maanden en geen dag langer. En in die negen maanden ga ik knallen. En die dagen daarna, ja, dan moet ik alweer naar het volgende project. Dus ik was op tijd bezig met um, beoordelingen vragen. Op tijd bezig met aankondigen dat mijn tijd bijna op was. Wat er nog nodig was. Dus ik moest nee. altijd heel erg erachteraan zitten. Heel erg proactief uh, te werk gaan. Ja. Dus ook in Cambridge deed ik dat ook. Ik dacht, dit is mijn tijd hier. En uh, je had officiële, dan, uh, officiële dagen van negen tot vijf. En dan dacht ik, nou, als ik het eerste half jaar van negen tot vijf er zit, dan kan ik de laatste paar maanden nog een sprint maken. Als er nog dingen moeten gebeuren. Maar er zijn ook heel veel mensen die om acht uh, uur s ochtends beginnen. Dan om zeven uur s avonds naar huis gaan, even gaan eten. En dan om negen uur s avonds weer terugkomen. Om dan weer tot twaalf uur s'nachts te werken. Jeetje. Dus je dat. Um, een ja, bijzondere cultuur daar, inderdaad. Ja, want. En zeker als je in zo'n onderzoekswereld zit. Ik zat dan wat meer in de onderzoekswereld daar. Kijk, op het moment dat jij een onderzoek doet, dan ben je met iets heel gerenommeerd bezig, iets inventiefs. En in de onderzoekswereld werkt het zo dat degene die als eerst met nieuws naar buiten komt, met een goed onderzoek naar buiten komt, die, 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 nou, die krijgt eigenlijk de eer. Dus het is een eindeloze rally. Het is een rally. Waarbij iedereen op nummer één wil terechtkomen. Klopt. Zo dus snel mogelijk erbij wil zijn. Dus als jij met een gaaf project bezig bent en je weet van hey, ik heb ook concurrenten in, uh, in China of in Amerika die ook met dit specifieke onderwerp bezig zijn, dan moet ik hard werken. Want anders dan is, zijn de afgelopen jaren voor niks geweest, want dan dat noemen ze dan een scoop. Dan scoopen de andere mensen jouw lofmomentje, om het zomaar te zeggen. En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk al het werk voor niks geweest. Ja, klinkt als een turbulente tijd. Uh, waarin je heel veel moest doen. Want, want even, even terugkomend op. Want, want inderdaad, we hebben het dus over neurowetenschappen in Cambridge. Yes. Uh, het, het traject. of ja, het, het, zeg maar de master die je daar vervolgde. Maar wat houdt neurowetenschappen nou in? Want de neurowetenschap is heel hip nu. Andrew Huberman, dat is ook een megakanaal. Uh, dat is ook een neurowetenschapper. En dat is blijkbaar. Uh, volgens mij heeft hij 10 miljoen volgers of iets dergelijks. Maar ja. men vindt dat toch blijkbaar heel interessant. Maar. Wat, wat is nou eigenlijk neurowetenschappen? Wat doe je dan? Dat is eigenlijk de, de kunde, de wetenschap van het brein. En dan heb je eigenlijk verschillende lagen in het brein. Dus je kan naar het brein kijken als hey, dit is een samenspel van een heleboel neuronen, dus de specifieke cellen van het brein en alle hulpstofjes die ze nodig hebben. En hoe zorg je dat een signaal van de een stukje van het brein naar het andere stukje van het brein gaat? Dus je kan eigenlijk heel erg basaal kijken naar. De celstructuur, je kan kijken naar bepaalde hormonen. Je kan kijken naar bepaalde neurotransmitters, zoals bijvoorbeeld serotonine of dopamine. En hoe werkt dat allemaal? Yeah. Je kan ook een niveautje hoger kijken. Dat, dan kijk je voor naar de systemen. Dus bijvoorbeeld het, um, het limbische systeem, dus een beetje het emotionele brein en hoe werkt dat samen? En hoe werkt dopamine op dat systeem in? Dus zo kan je eigenlijk gaan kijken. En je kan ook nog een niveau hoger kijken. En dan kijk je eigenlijk naar de verschillende structuren van het brein. Dus bijvoorbeeld, hè, het feit dat ik nu aan het praten ben, dat maakt ook dat er weer een soort van samenspel is tussen de gebieden in je brein die verantwoordelijk zijn voor het begrijpen van taal en het spreken van taal. En hoe die systemen eigenlijk die functies worden aangestuurd. Ja. Yeah. En um, nou, omdat ik natuurlijk ook psycholoog ben, waar ik dan vooral aan geïnteresseerd ben, is van hey, hoe werkt het zowel in het brein? Hoe werken die systemen samen? Maar hoe, wat maakt ook een gezond brein of een ongezond brein? En hoe heeft dat ook invloed op je gedrag? Dus, daadwerkelijk, wat je ziet en waar je ook iets mee kan en hoe je mensen ook daadwerkelijk kan helpen. Ja, want, want, want leer je dat niet als psycholoog, zeg maar al? Die, want ik, ik kan me bijna voorstellen dat het, dat het eigenlijk bijna verplicht moet zijn om ook het brein goed te kennen. Kijk, wij, wij zeg maar, in de geneeskunde leer je ook neurologie dat is meer de pathologie. Krijg je een infarct. Nou, dan zal, als dat in dat gebied is, dan heb je daar uitval. Mm -hmm. um, krijg je uh, ALS. Nou, er gebeurt, gebeurt blijkbaar iets in het zenuwstelsel. Waardoor je dat hebt en uitval hebt. Maar in de psychologie, dat zit veel dieper, zeg maar, kan ik me voorstellen. Dus je brein en je psyche is heel erg, gaat heel erg hand in hand. Maar is, dat, is dat niet een standaard onderdeel van psychologie? Of moet je dat er altijd los bij studeren? Wil je daar wat meer de diepte in kunnen? Ik heb het heel erg los erbij gestudeerd. Um, dus in mijn studie is dat zeker erbij in in aan bod gekomen. En dat is denk ik ook juist omdat ik die combinatie heb gedaan. Hm. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je alleen psychologie studeert... zonder de neurokant erbij te pakken... dat je iets makkelijker gaat denken in, um, ja, in meer de diagnostiek... van alleen het observeerbare gedrag. Je hebt het over een depressie. Dat je gewoon puur gaat kijken van oké, okay, je hebt een depressie. Wat heb je meegemaakt in je leven? En wat doe je in je leven? En wat doe je, hoe ziet je dag eruit? En dat je op zo'n manier naar een depressie kijkt. Maar op het moment dat je daar een stukje neurowetenschappen aan toevoegt. Um, dan kan het bijvoorbeeld ook zijn dat je meer gaat. Um, dat je meer bewust bent van. Hey, wat ik vooral bij mezelf merk, en dat is denk ik ook mijn unieke werkwijze. Kijk, ik denk heel erg ook in systemen. Dat gaat op het moment dat je een neuroscientist bent, dan gaat dat eigenlijk automatisch. Dus je kan kijken naar een depressie als van: hé, hey, dit is een losstaande diagnose, een losstaat, iets wat een losstaande behandeling vereist. Kijk, in mijn hoofd gaat het dan eigenlijk al anders. Ik denk van: hé, hey, je hebt depressie waar een behandeling voor is die goed werkt over het algemeen. Maar depressieve klachten gaan over het algemeen ook samen met bijvoorbeeld angstklachten. En die gaan ook samen met bijvoorbeeld traumaklachten en slaapproblemen. En dat zijn allemaal netwerken aan klachten die ook weer onderlinge samenhang hebben met elkaar. Zo betekent ook dat als je iemand voor je hebt en die heeft depressieve klachten... Nou je moet natuurlijk weten wat is een de depressiebehandeling die kan aanslaan. Maar op het moment dat je daar niet het maximale uithaalt... dan moet je ook goed kunnen schakelen van hey, maar wat betekenen die depressieve klachten dan... Is zijn die depressieve klachten? Is dat toch een stukje somberheid? Of is dat een stukje angst? Of heeft dat misschien te maken met uh, verslavingsgevoeligheid of trauma? En hoe werkt het brein? En hoe werkt evolutie? Dat zijn allemaal componenten die wel kunnen maken van: hé hey, waarom als je iemand voor je hebt met een depressie, waarom werkt de ene insteek wel de ene keer nou ja, de normale behandeling wel en de andere keer niet? En om daartussen te schakelen. Ja, precies. Want, want wat, wat, wat mij dus vaak opviel bij de patiënten... die bij ons kwamen in de huisartspraktijk maar dat zal je ongetwijfeld ook herkennen... mensen komen vaak niet met, uh, met een labeltje depressie... en hebben precies alleen maar depressieklachten. Het is vaak een, 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 een combinatie. Depressie met een factor overspanning, met factor angst, wat je zegt. En er zitten ja. ook trauma in verborgen. Dus ik kan me voorstellen dat die hele brei aan, aan, aan al die verschillende diagnosen... Die moet je wel uit elkaar trekken en dan behandelen. Dus dat, dat is ook denk ik wat je, wat je inderdaad zegt. Dat, dat dat nu jouw kracht is. Dat je inderdaad die, 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 die dat prijsel aan verschillende diagnosen uit elkaar trekt. En dan stap voor stap behandelt. In plaats van zegt ik zie nu een depressie. Behandel ik eerst die en dan, oh ja, zit ook nog angst. Behandel ik dan die? Want heb je het idee dat die aanpak, zeg maar, de, de reguliere aanpak van hoe dat in ons protocol staat, dat dat minder goed werkt dan als je het zeg maar breder bekijkt. Het verbanden. Wat, wat zie jij terug bij jouw een op een cliënten? Um, de, de een op een cliënten die ik vooral zie, dat zijn eigenlijk twee groepen cliënten. Of het zijn de groep. Kijk, voordat we daarop gaan. Um, mijn overtuiging is dat iedereen toegang dient te he hebben op hoogwaardige zorg. Dus dat ook op het moment dat je mentaal je slechter voelt, of als je er doorheen zit, of je loopt ergens tegenaan. En je denkt zo van hé, hey, ik vind het zo naar, ik wil niet. Dat ik me over drie maanden, zes maanden of over een jaar nog steeds zo voelt. Dan wil ik gewoon die mensen hulp geven. En je hebt het reguliere systeem, die dus voor een heleboel mensen werken. Maar je hebt ook een groep mensen die daar niet bij geholpen of niet voldoende bij geholpen is of blijkt te zijn. En mijn doel is dus eigenlijk vooral om die groep mensen, hè, die dus of misschien aan de voorkant van zo'n traject staan, dat ze denken: van, hé, hey, ik heb hier last van, ik wil hier hulp bij, maar ik heb geen. Um, nou, of ik heb, geen diagnose waar ik, um, ik heb geen diagnose waardoor het vergoed wordt. Of, um, of ik, heb geen, geen, ik wil er nu iets mee, want ik heb nu de lijst en ik wil niet wachten tot ik op een wachtlijst kom. Maar ook, ik zou zeggen, de groep cliënten die een beetje tussen wal en schip valt. Omdat er bijvoorbeeld inderdaad in de reguliere psychiatrie, dan zijn we toch geneigd om af en toe in hokjes te denken. Dus. Um, het vergoedingssysteem die we hebben vanuit de zorgverzekeraar, die zegt dus eigenlijk van, hé, hey, op het moment dat je een bepaalde diagnose hebt, dan wordt die diagnose vergoed. En die diagnoses hebben ook allemaal wetenschappelijke behandelingen, uh, die dan wel helpen. Um, en dat vergoeden ze dus eigenlijk. Dus daar sorteren ze een beetje op voort van, hé, hey, je hebt een diagnose, een depressie, dus dan gaan we de depressie behandelen. En ik denk wel wat mij dus uniek maakt en mij onderscheidt, is ik ben heel goed op de hoogte van wat wetenschappelijke evidence. Evidence-based behandelingen zijn voor bepaalde problematiek. Maar op het moment dat het niet werkt, of op het moment dat je denkt van, hmm, we komen er wel, maar we zijn er niet helemaal. Dan kan ik dus wel heel makkelijk van, um, van perspectief wisselen. Dat ik denk van, van hé, hey, dit is een probleem. De depressie, bijvoorbeeld, dit is een probleem. Um, maar de huidige behandeling sluit niet voldoende aan. Wat zijn dan andere factoren wat jou, jou maakt, of jouw probleem jouw probleem maakt. En wat zijn andere perspectieven waardoor het wel behandelbaar wordt? Of waardoor je wel op het punt bent dat de normale behandeling wel aanslaat? Of, um, of hè, kunnen we niks met de depressie? Omdat het eigenlijk geen depressie is, maar een gevoel van eh, ongelukkig zijn. En waar komt dat ongelukkig zijn vandaag vandaan? Komt dat misschien vanuit vroeger? Of zijn dat bepaalde beschermers die te sterk opkomen? Of doe je iets wat je helemaal niet leuk vindt en is er een enorm energielek? Of is er misschien toch iets van overspanningsproblematiek? Ja. Dus, dus het is heel breed eigenlijk hoe je ernaar kijkt. Hè? Want, want ook, ook in onze richtlijn staat er ook gewoon. Stel je hebt somberheid gedurende het grootste deel van de dag. En anhedonie, dus minder plezier in dingen die je normaal wel plezier gaven. Overdag bijvoorbeeld. Dat en nog een paar andere subsymptomen. Dan heb je gewoon een depressie en dan ga je het depressieriedeltje af. Ja. Maar we leren niet van hé, hey, wat nou als je vastloopt in je behandeling, zou er dan niet wat meer kunnen spelen? Tuurlijk kan je zelf die invulling maken. Maar ik snap ook wel dat je ergens ook wel een, een houvast wil hebben met die protocollen. Dat je wil zeggen, nou depressie pak je zo aan en angst pak je zo aan. Maar soms loopt dat door elkaar. Dus dat is wat je zegt inderdaad, dat je dan soms toch eigenlijk moet overspringen... naar een, een ander traject als het ware, een ander protocol. Mm -hmm. En dan zo door je breizel heen gaat. Dus dat is wel, dat is wel interessant. En um, ja, je, je weet dus ontzettend veel af van depressie en somberheid... Mm -hmm. Daar ben je dus uh, uh, gewoon deels mee bezig geweest in je carrière. Misschien kan je dan ook uh, we zijn al ongeveer twee jaar daarmee bezig, kun je ook uh, delen met de luisteraar wat we binnenkort gaan lanceren. Ja. En jij, en ik wil jou de meeste credits geven, want het brein erachter ben jij. Ik heb je vooral geholpen met het opnemen en ik heb de geneeskundige kant aan toegevoegd. Mm -hmm. Maar uh, ja, misschien uh, wil, wil je delen wat, uh, wat er binnenkort gaat komen. Ja, echt. Ik vind het wel een beetje spannend, merk ik, maar ook ontzettend gaaf. Want de afgelopen twee jaar heb ik ontzettend hard gewerkt samen met jou natuurlijk, om een heel, heel gaaf traject op te zetten. Want wat ik vooral dus merk, wat echt mijn passie is en wat echt mijn droom is om iedereen die behoefte heeft aan mentale zorg, dat die op dat moment geholpen kan worden. En dat je dus niet maanden moet wachten of dat je op een plek komt waar wat, wat niet helpt. Dus, wat ik eigenlijk heb gedaan, is: ik heb um, van alle, alle klinische ervaring die ik heb met de depressiebehandeling en ook met protocollen schrijven en uh, behandelmodules schrijven. Ik heb al het werk samen samengevoegd in een videotraject. En daarin staat eigenlijk gelijk aan tien behandelsessies bij de psycholoog. Maar die dus helemaal vertaald online met een werkboek erbij, in opdrachten interactief. En die kan dus op elk moment. Afgenomen worden. En dus als jij gemotiveerd bent om van je somberheidsklachten af te komen, dan is dat denk ik echt het ideale traject. Ja, dus eigenlijk een, een interactief programma, waarbij je dus ook een persoonlijk plan krijgt. Want ik heb natuurlijk ook al, ik heb alles meegekregen. Natuurlijk, jij hebt het grotendeels gemaakt het traject. Maar wat het idee is, inderdaad, dat je dus: stel, dus dat je inderdaad, somberheidsklachten hebt of de depressieklachten hebt, om het even zo te noemen. En je wilt gelukkiger zijn, dat jij eigenlijk al jouw wetenschappelijk bewezen methoden die in de praktijk jarenlang geholpen hebben, dat je die dan verwerkt. Maar dan wel in een persoonlijk hoesje. Dus het is niet zeg maar een, een, een standaard kookboek met van hé, hey, zo pak je een depressie aan en klaar. Maar het richt zich dus echt op jou. Als, als trajectvolger. Dus er wordt gekeken naar hoe jouw leven is. Wat zijn jouw, 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 jouw standaarden, jouw waarden, jouw kernwaarden? Wat doe je overdag? Wat doe je niet overdag? Uh, je maakt een persoonlijk plan van aanpak met jezelf. Dus het is een, eigenlijk een heel compleet interactief programma. En we kunnen denk ik ook wel met trots zeggen dat dit eigenlijk het allereerste online traject is op het gebied van depressie van Nederland. Ja, het meest complete programma van Nederland. Ja. Yeah. Dus voor, voorheen, um, wat, wat er tot nu toe uh, qua aanbod is, is vooral het kader van preventie. Dus veel meer van: hé, hey, um, ben je somber? Denk aan deze tips of tricks. Maar nog nooit als je helemaal meegenomen wordt in een behandeling. Alleen dan direct toegankelijk vanuit thuis te volgen. Ja. Yeah. En als bonus gaan we natuurlijk ook sessies met mij daarin weggeven. Dus op het moment dat zo'n traject dat duurt, dan twee maanden, waarin je dus van A tot Z begeleid wordt, je krijgt ook een succesgarantie. Want um, het is voor iedereen bedoeld die of somber is of depressieve klachten heeft en gelukkiger wil worden. En dan krijg je dus ook sessies met mij erbij, zodat ze specifiek bij jou kunnen toetswitsen: van, hey, wat heb jij precies nodig en waar ligt bij jou de focus? En dan kunnen we daar ook alle opdrachten op afstemmen. Ja, dus je wordt al begeleid, maar je krijgt dus nog extra begeleiding met jou inderdaad, in drie sessies. Mm -hmm. Dus, dus, dus en, en, en kijk, zit je thuis? Ben je somber of ben je depressief? Uh, je hebt gewoon een succesgarantie. Dus stel dat je dat je hele traject volgt en denkt: van... hé, hey, ik heb er echt helemaal niks gehad. Ik merk dat er geen haarverandering is. Nou, we, we hebben dit nog niet meegemaakt. Dan krijg je gewoon je geld terug. Dus, dus in principe is er gewoon een garantie dat het verbetering oplevert. Maar er zit wel een grote maar aan. Uh, je moet er wel wat motivatie voor hebben. Het is geen toverstaf die we verkopen in een online hoesje. Het is dus geen quick fix, dus als je van quick fixes houdt en denkt van hey, ik heb een depressie waar ik jarenlang aan gewerkt heb, want daar komt het vaak wel een beetje op neer, dat wil ik in 1-2 dagen oplossen. Ja, zo werkt helaas een depressie niet. Dus um, heb je gezonde motivatie, wil je je depressie slash somberheid aanpakken en wil je dat heel laagdrempelig doen? Um, we hebben een speciale quiz gemaakt. Of ja, het is eigenlijk geen quiz, het is een gezondheidscheck, een depressiecheck. Dat bestaat uit vragen die we normaal als zorgprofessionals ook gebruiken... bij een depressie om aan te duiden hoe ernstig jouw depressie is. Die hebben we hier beneden in de link gezet van de podcast. Vul die vragenlijst in en dan krijg je een score. En afhankelijk van die score kun je dan zien... of je een mildmatige of ernstige depressie hebt. En als je dat hebt, dan pas kom je in aanmerking. Dus vooral, uh, vul vooral die vragenlijst in... En uh, als je nu al denkt van, hé, hey, ik hoef die vragenlijst niet in te vullen, want ik weet al wat ik heb, kun je ook gewoon een reactie hieronder plaatsen. Uh, we hebben namelijk een voorrangslijst... voor de eerste 50 mensen die dit traject afnemen. Die krijgen een mega korting of een mega actie. En uh, wil je daarbij zijn of wil je vol op de voorranglijst staan, reageer dan hieronder met voorrang of met actie. En dan uh, sturen we je de verdere details op. Mis ik nog wat in mijn... Uh uh, nee, ik denk dat je het heel goed hebt verteld. Ik denk vooral nog als um, aanvulling, dat heb je eigenlijk al verteld. Maar het allerbelangrijkste, denk ik, ook voor de luisteraar thuis: het is dus niet alleen gericht op van hé, hey, dit is een depressie en zo fix je depressie. Maar het is dus ook vanuit verschillende invalshoeken en verschillende brillen. Dus zeker ook bij een depressie: het stuk is echt de hardcore depressie, waarin hele effectieve vaardigheden zijn, zoals die ook bij de psycholoog wordt gebruikt. Um, bij een depressiebehandeling, maar dus ook heel erg van hey wat is nou echt belangrijk voor je? Wat zijn jouw waarden? Waar word jij gelukkig van in het leven? Waar moet je meer aandacht aan schenken? Waar minder? En ook bepaalde patronen die je misschien hebt uh, ontwikkeld, dus stel je voor je bent geneigd om te piekeren of uh, dingen zijn lastig voor je en je wilt vermijden. Dus daarop focussen we ook echt, zodat je dus die depressie eigenlijk vanuit verschillende kanten uh, kan aanpakken. En dat maakt dus ook dat dit het meest complete pakket is. En ook dat we uh, die succesgarantie dus ook gewoon kunnen geven, omdat er zoveel verschillende invalshoeken zijn, dat we nou, er echt van overtuigd zijn dat we jou kunnen helpen hiermee. Ja, en depressie is een best zwaar woord. En uh, ik hou zelf ook niet echt van diagnose plakken ergens op. Maar ja, goed, het is soms wat het is. Het is soms een depressie volgens onze richtlijnen. Maar stel dat je ook bijvoorbeeld ongelukkig bent, dan werkt dit ook. Dit zijn methoden om je gelukkiger te laten voelen. Dus heb je het idee dat je vastloopt in het leven en niet gelukkig bent, dan werkt dit ook. Je hoeft daar niet per se een full-blown depressiediagnose voor te hebben. Want al deze methoden werken eigenlijk bij iedereen om je gelukkiger te maken. Maar goed, als jij niet somber bent of niet depressief bent of niet gelukkig bent, ja, dan heb je weinig pijnpunt om aan te werken. En je hebt soms wel een soort van pijnpunt nodig, een soort van wanhoop om dan de motivatie te vinden van, en te denken van hé, hey, nu ben ik er helemaal klaar mee. Ik wil verandering in mijn leven. Ik wil weer gelukkig, gelukkig zijn zoals vroeger. En ik wil hier wat aan doen. En als je dat hebt, dan ben je dus echt geschikt voor dit traject. Je moet er echt wat voor doen. Ja, absoluut. En wij zullen je daarbij helpen. Dus mocht dit tof klinken voor je, mocht je denken van hé, hey, ik wil hier ook verandering aanbrengen, hieronder in de beschrijving uh, hebben we de linkjes klaarstaan. En uh, voordat we afsluiten, moeten we natuurlijk niet uh, tip van de week. Delen. Die moeten we natuurlijk niet vergeten, want die, dat doen we natuurlijk elke week. Heb jij nog een mooie tip van de week op het gebied van bijvoorbeeld depressie of iets of, of een andere tip van de week? Vul onze quiz in en kom erachter uh, of er eventueel sprake is bij jou van somberheidsklachten. En zo ja. Dan uh, komen we graag met je in contact. Ja, dat is een goede tip inderdaad. Dus stel dat je inderdaad het traject niet zou willen en dat je denkt van hé, hey, als ik over zes maanden nog steeds uh, me zo voel, dan vind ik dat prima. Kan je ook natuurlijk gewoon onze, onze gezondheidscheck invullen. En dan krijg je meer inzicht in inderdaad van uh, hoe, hoe ernstig of hoe uh, zeer jij somber of depressief bent in, uh, in onze richtlijnen. Voor nu wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid Aisha. Jij ook bedankt. Ja, en als jij dit een leuke podcast vond, vergeet dan vooral niet te abonneren. We hebben ook laatst de duizend abonnees uh, bereikt, dus daar zijn we ontzettend trots op. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jij ook gefeliciteerd. Want het heeft inderdaad toch wel een lange tijd uh, gekost voordat wij dachten van... hé, hey, zullen we een podcast opnemen? En daarbij ook alle apparatuur moesten aanschaffen, want dat is best wel een flinke investering. Ik dacht bijna van, hé, hey, je hebt gewoon een simpele microfoon nodig en een cameratje je bent klaar. Maar goed, dan heb je slechte kwaliteit qua beeld en geluid. En ja, als we het doen... dan willen we het ook gewoon gelijk goed doen. Want we zijn allebei uh, helaas... of ja, ik weet niet of het helaas... we zijn allebei perfectionistisch. Dus daarom uh, zijn we al ingegaan. En uh, ja, het doet ons goed als we dan ook zien... dat mensen dit een hartstikke leuke podcast vinden. Dus mocht je dat ook vinden... vergeet niet te abonneren op de knop hieronder. En uh, als je net ook een leuke aflevering vond... vergeet dan ook niet om sterretjes achter te laten... om uh, onze aflevering te beoordelen. Voor nu zou ik zeggen... Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende week. Tot volgende week.